De dag van de motorrijder hebben we helaas moeten aflassen en daardoor is het motorseizoen ook wat later op gang gekomen. Als we nu dus terug de baan op gaan, dan is het belangrijk dat we er als motorrijder van uitgaan dat andere weggebruikers ons niet verwachten. Zelfs met een goed uitgeruste motorfiets met de juiste motorkledij lopen we nog altijd veel risico's in het verkeer om bij een ongeval betrokken te geraken. En als motorrijder trekken we helaas altijd aan het kortste eind. Ons als motorrijder houden aan de snelheidsbeperking is daarom heel belangrijk en ook onze snelheid aanpassen wanneer het nodig is in functie van alle risico's die er zijn op de baan. Een goede veilige positie innemen is ook zeer belangrijk als motorrijder om ons zichtbaar op te stellen. We gaan daarom als motorrijder onze positie zo kiezen dat we rondom ons een veilige zone hebben. Dat we altijd ver verwijderd zijn van mogelijke risico's voor ons als motorrijder. Als motorrijder hebben we zelf twee dode hoeken, helemaal links van ons en rechts van ons. Want dat kunnen we niet zien in onze spiegels, dus we moeten zeker die hoofdbeweging ook maken. Maar ook andere weggebruikers hebben een dode hoek waar wij als motorrijder heel gemakkelijk in geraken. Van een autobestuurder of van een vrachtwagen. Daarom is het heel belangrijk om altijd genoeg veilige afstand te houden tussen ons en andere weggebruikers. Maak je dus als motorrijder zo zichtbaar mogelijk door kledij, maar ook door een goede positie op de baan. En ga er dan nog vanuit dat anderen je niet gezien hebben. Als motorrijder in België is het toegelaten om te filefilteren, maar wel met een maximumsnelheid van 50 km per uur. En met een maximumsnelheidsverschil van 20 km per uur met de file die jij aan het inhalen bent. Twijfel je toch of iemand van rijstrook gaat veranderen? Wacht dan eventjes en neem het zeker voor het onzekere. Met de motorrijden wordt pas echt leuk wanneer we onze motorfiets volledig onder controle hebben en we alle risico's op de baan goed kunnen inschatten. Wil je graag een doorgedreven motortraining volgen? Kijk dan eens op onze website www.readytoride.be en schrijf je in voor een doorgedreven motortraining.